Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ik ben vandaag voor het eerst met de Legend op pad. Ik had hem al een week in huis, maar ja, je weet het, als je een klein kind hebt, een newborn, ja, dan duurt het gewoon allemaal even langer voordat je ergens aan toe komt. Ik was, in plaats van dat ik kraambezoek kreeg, ben ik op kraambezoek. Want ik heb de kleine meegenomen naar oma en die woont in Groningen. En we zijn even doorgereden naar Duitsland. Dus ik ben nu in Duitsland. Ik weet niet eens waar. Ik weet niet eens welk plekje. Maar dit veld mogen we zoeken. Daarachter ligt geloof ik een oud stukje dorp. Echt heel oud. En er schijnt al verschillende dingen gevonden te zijn. Ik ga hem voor het eerst opstarten. En ik ga gewoon maar lekker lopen. En dan ga ik een beetje rommelen. Net zoals dat ik altijd doe. Dan ga ik eerst eens even kijken wat ik vind. En wat ik ervan vind. Dus wish me luck. Kort signaaltje, laag, 20. Ik zit er gewoon naast. Kent natuurlijk ook, hè, dat je er gewoon naast zit. Het is altijd even wennen. Ja, wat is het? Het is een stuk van een bel. Ja, een stuk van een bel. Er staat helaas niks op. Maar het is een stuk van een bel. Ja, een stukje rommel. Ja, het zijn natuurlijk ook geen stortakkers die ik gewend ben. Hè. Het is, je moet gelukstreffers hebben. Dat is ook wel weer de sport. Jezus, hé. Hey. Moet hier in het kluitje leggen. Oh man. Die moment heeft me wel naar een plekje gestuurd hoor, hij. Wat is dat, Mohamed? Wat? Je ligt wel hoor. Heb je niet gezien wat Richard heeft gevonden? Yo! Mietje, ga een bommenbos zoeken man, wat is dat nou weer? Ja, maar ik ben helemaal niet in de buurt van het pannenbos. Jongen, ik zoek een bos voor jou, jongen, daar in de buurt. Er moet sowieso wel wat aan liggen. Waar zijn we? In Wener. In Wener? Met wie ben je nou weer? Mohamed. Wat ben je met Mo? Ja. Ben je aan het zoeken? Ja, ik zei toch dat ik overleg had? Ben je Mo nog eens aan het filmen? Wie is dat, Glenn? Mooi. Willen jullie ook even samen praten? Ja, hoe is het, jongen? Goed, man, met jou. Ja, man, waarom ben je niet opgekomen, man? Volgende keer. Ja, ik heb niet zoveel geld als hem. Ja man, klopt. Hij wint auto's en loterijen. En nou, dat was een leuk gesprek. Ik ga weer gauw zoeken. Nee, ik blijf met de lijn. Volgens mij is dit, ik ben niet heel erg bekend met militaria, maar volgens mij is dit een punt.
Nou, zeggen jullie het maar. Een punt, punt groot. Ik dacht punt 50, maar ik weet het niet zeker meer. Dus ik zeg het. Ik kan dan beter niks zeggen. Ik moest zeggen, qua instellen was het even wennen, want het is echt totaal anders dan elke Nocto Macro die ik hiervoor in mijn handen heb gehad. Qua instellingen, qua geluiden, qua gevoel is het toch echt gewoon een hele nieuwe metaaldetector. Totaal anders. Maar nu ik een uurtje loop en hij wordt wat stiller, hij komt wat meer naar me toe, ik krijg wat meer zelfvertrouwen, komt het toch steeds meer een beetje naar me toe en begin ik het eigenlijk heel erg te waarderen dit. Ik vind het best wel heel leuk gewoon. Het is echt gewoon een beetje nieuw zoeken. Ik vind het echt leuk. Waar zit je nou weer te lachen? Ik heb goud gevonden. Ja. Knoop in je broekzak. Wat is dat dan? Oh, een pfennig. Of een rijspfennig. Een rijspfennig. Van, lijkt wel op goud, toch? 1962? Nee, van deze is denk ik... Wacht, ik heb het bijna. Ik kan niet lezen, man. Nou ja, 1900. Ja. Ik heb een speelgoedkanonnetje. Oh, leuk man. Laat zien. Dan kan je... Ja, hou maar voor je. Dan kan ik het even laten zien. Het is maar een heel klein stukje, maar hierboven zit een soort cirkeltje. Daar kon je een beetje zwart hierboven, kruid in doen. Toch? Ja. Yeah. En hier zat een handvat aan. En aan die kant een loop, of andersom. Het is in ieder geval een speelgoedkanonnetje. Ja. Dus al vinden we niks, ik heb mijn speelgoed alweer binnen. Het is toch iets, hè? Ja, hoe noemen ze dat ook weer? Hoe zeg je dat in het Duits? Toy soldier. Toy soldier. Spielzeugsoldat. Spielzeugsoldat? Spielzeugsoldat. Oh, Spielzeugsoldat. Ja, genau. Ja, jawohl. Ik heb toch een muntje. Ik moet hem thuis even schoonmaken. Er staat penning op en hij is van aluminium. Dus ik moet nog maar even kijken wat het is. Ik weet het niet. Maar het is wel een muntje. Nou, zulke kleine frummeltjes. Wat haal je er nou uit met de... Multifrequentie. Het is echt flinterdun en er staat nog net aan een nummer op. Ik denk dat het een soort zegeltje is. Hij is waterdicht, toch? Wat dan? Hij is waterdicht, toch? Was hij dicht? Ja. Was hij klaar? Dicht, hoor. Ja. Die niet. Mijner toch? Ja, maar mijn camera niet. Nee, dan gaan we aan niet. Ja, dankjewel. Nou, Mo, springen. Ik moet ook springen? Ja, natuurlijk. Nee, man, het is de peer. Hè? Het is de peer van mij. Nee, joh. Moet je kijken wat een opstaande rand je hebt. Van hierboven ben je gesprongen? Ja. Echt niet, man. Nee. Ja. Is het van die oben gesprongen? Ja. Nee, man, ik vind het goed dan niet. Nee, ik zoek hier nog. Dus. Ja, ik ga je ook nog. Ja. Dat was mijn eerste rondje met de Legend. En wat vond ik ervan? Nou, ik moest even wennen. Maar dat is altijd zo met een nieuwe metaaldetector. Maar ik ben wel positief verrast. Het is, hij loopt lekker weg en het went eigenlijk heel makkelijk. Ja, kan je na één keer zeggen. Niet zo heel veel natuurlijk. Ik heb ook niet zoveel gevonden. Maar ja, dat komt omdat er niks lag. Want er zijn ervaren zoekers bij. Met dezelfde metaaldetector, maar ook met bijvoorbeeld een Equinox. En die hebben ook niet zoveel gevonden. Dus ik denk niet zozeer dat het aan mij of aan de detector lag, maar meer aan het veld. Doet er verder niet zoveel toe. Ik heb wel lekker gelopen. En mootje... Ik kom je even licht brengen. Kom je licht in de duisternis brengen? Ja, je ziet mij helemaal niet meer. Hier, alsjeblieft. Dan moet je hem zo boven houden, hè? Zo.
kijken. Ja, zo, ja, juist. Nee, wordt niks. Mo wil gewoon even laten zien dat er een lampje op de... Ja, op vind de... ik heel leuk. Dus ik hoef nu nog niet te stoppen, hè? Jij niet, ik wel. Ja, ik moet de fles geven. Juist, dat is belangrijker, hè? Nee, ja. Maar was gezellig. Was gezellig. Helaas niet zoveel gevonden, maar wel. Nee, maar dat komt morgen wel als ik naar een goede plek ga. Ja. Je kan niet altijd geluk hebben, hè? Nee, natuurlijk niet. Maar ik zat net uit te leggen dat het niet zozeer aan de metaaldetector lag. Want zowel Mo met de Legend als, hoe heet die andere jongen? Dennis. Dennis met zijn Equinox. Maar alleen Richard heeft geluk vandaag. Jij doet een T7, hè? Hij zit nog munten uit te graven de hele tijd, hoor. Ja. Weet je, waar, weet je hoe dat komt? Waarom? Omdat hij met een quest loopt. Nee, hij heeft ook een Legend, toch? Oh, heeft hij ook een Legend? Ja, oh, die, die zoon heeft een... Die zoon heeft een quest? Die heeft een quest, ja. Zo. Even leeg. Hoppatee. Zo in de bak. Ja man, dat was gezellig. Hey, jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.